Water, valeriaan en koffie, wat heeft dat nou met ademhaling te maken? Dat zie je in deze video. Ademhaling zit verbonden met alle essentiële processen in je lichaam. Dus op het moment dat je gestrest bent, kan het je stress naar beneden halen. Op het moment dat jouw bloeddruk hoog is, kan het helpen je bloeddruk naar beneden te halen. Maar ook andersom. Dus het kan ook zijn dat je in rust bent en dat je door een ademhaling onrustig gaat worden. Het kan je parasympathische zenuwstelsel beïnvloeden. Dus met andere woorden, dat deel in je lichaam wat staat voor rust en een goede vertering enzovoort enzovoort. Maar het kan ook het sympathische zenuwstelsel activeren in je lichaam wat staat voor actie en scherpte enzovoort. Dus natuurlijk, in de loop van een dag krijgen we verschillende dingen te maken in het leven, maar kunnen we ook bepaalde staten aannemen. Dus stel je voor je bent in een wat rustigere staat. Hoe fijn is het dan dat op het moment dat je wel actief moet zijn, omdat je actief iets moet gaan doen, dat je jezelf kan helpen om in die staat te belanden. Nou, alles zit verbonden met die ademhaling en ademhaling is echt de perfecte tool om daar te komen. Ademhaling is mijn passie en ook mijn vak. Dus de laatste 15 jaar heb ik al veel mensen gevolgd en gedaan. En de volgende, ja, wat zou ik zeggen, inzicht of idee kreeg ik van Lucas Rockwood. Een jonge man die vooral bezig is in de yogawereld. En hij legde iets heel mooi uit. En ik dacht, hey, dat vind ik interessant. Nou heb ik hier en daar wel een beetje mijn fine-tuning daaraan gegeven. Maar ere wie ere toekomt, zeg ik wel eens. Dus het idee hierachter is in deze video jou ook te laten ervaren wat doet nou verschillende ademhalingen met je gevoel, met je systeem. Dus nummer 1, ik zou het kunnen noemen, je kunt het ook noemen een groep, is de waterademhaling. Ja, wat is een waterademhaling? Nou, het idee erachter is dat water, we bestaan voor 75% uit water. En het idee er ook achter is dat je deze ademhalingsoefening wanneer je maar wilt ook kunt doen. Net zoals dat je schoon water kunt drinken wanneer je maar wilt. Dus ik zou zeggen, ik ben al begonnen. Ga rustig zitten. Probeer zo ontspannen mogelijk te zijn. En probeer rechtop te zitten. En we gaan deze oefening doen alleen maar door de neus in en uit. En het idee erachter is dus nogmaals dat het een oefening is die goed te doen moet zijn. Die je ook gewoon zoiets hebt van, geef me wel ontspanning. Dat. Het moet niet te veel werken zijn. Het moet niet je te veel onrust geven. En het moet ook niet te moeilijk zijn. Dat is het idee achter deze oefening. Dus. We ademen in. 4 seconden door de neus. Rustig. Je hoort jezelf dus niet te veel ademen. En dat is iedere keer een hele belangrijke kern. Rustig ademen, wel diep ademen, maar niet veel ademen. Hier zit heel vaak een probleem. Ook in de yogawereld zie ik dat heel vaak. Men neemt ademhalingstechnieken aan die helpen bijvoorbeeld om beter te stretchen, asana's. Maar tegelijkertijd is dan het idee erachter dat veel ademen goed is om elk moment van de dag te doen. En dat is een misvatting. Het idee is dus 4 seconden inademen en 6 seconden uitademen. Je hoort jezelf niet ademen. Het liefst is het dat je ook iets voelt gaan in je buik. Maar de focus ligt dus op vooral rustig en zacht. 4 seconden in, 6 seconden uit. Oké, ben je er klaar voor? 4 seconden in. 1, 2, 3, 4 in. 5, 4, 3. 2, 1, weer uit. 2, 3, 4, weer in. 5, 4, 3, 2, 1, weer uit. 2, 3, 4, weer in. 5, 4, 3, 2, 1, weer uit. 2, 3, 4, weer in. 5, 4, 3, 2, 1, weer uit.
Het is raadzaam dat je deze bijvoorbeeld, laten we zeggen, 4 minuten achter elkaar doet. Maar deze geeft in ieder geval een beetje een indruk nu, dat je misschien wel merkt, hé, er gebeurt misschien wel wat met mijn staat. Of dat je denkt, nou, het is ongeveer nog hetzelfde als net, Dennis, dat kan ook. Maar stel je kwam een beetje wat druk in deze video, dan zul je misschien al merken dat er iets meer een balans, iets meer een rust komt. De volgende, de Valeriaan ademhaling, het woord zegt het al, misschien ken je het kruidje wel, de Valeriaan. En voor degenen die niet weten wat het is, een Valeriaan kruid wordt ook wel gebruikt om wat meer ontspanning te krijgen. Stel iemand heeft moeite met examens of onrustig of whatever, dan kun je een tabletje nemen waar Valeriaan kruid in zit. En dat kruid helpt je om wat meer rust te genereren. Deze oefening is ook heel geschikt als je bijvoorbeeld 's avonds in bed ligt en je hoofd nog aan alle kanten druk bezig is met de verwerking van de dag. Het draaien en het doen. Of als je zegt, nou, ik heb net een hele drukke activiteit gehad en ik merk dat ik nog steeds een beetje rutetuut ben, dan is het ook raadzaam om deze Valeriaan ademhaling toe te passen. Dus hij is meer bedoeld dus om in de rust te gaan. Het parasympathische zenuwstelsel wordt hiermee aangesproken en dat staat ook voor rust. Staat voor vertering, staat voor sereniteit, zou je kunnen zeggen. De frequentie van deze ademhaling is 4-8. Dus we ademen 4 seconden in en we ademen daarna maar liefst 8 seconden uit. Het kan zijn dat je merkt, hé, ik merk echt wel een soort van ademhonger, de behoefte om te ademen. Kijk dan even of 4-8 lukt. Maar probeer zoveel mogelijk in mee te gaan. Desnoods dat je jezelf een klein beetje hoort ademen. Weet dat je het liefst jezelf niet hoort ademen. Maar dat is even het verhaal voor nu. Oké, ik zou zeggen, zit rechtop. Adem alleen door de neus, in en uit. En ademen we in. 1, 2, 3, 4, 7. 6, 5, 4, 3, 2, 1 en 1, 2, 3, 4, in, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, weer uit, 2, 3, 4, weer in, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Heel goed. Nou is het raadzaam om deze oefening een aantal keren, net zoals de waterademhaling, te herhalen. Het is raadzaam om deze bijvoorbeeld 20 rondjes te doen. Dus 20 keer, 4 keer in, 8 keer uit. En probeer iedere keer te checken dat je dus erop let dat je die ademhaling ook zacht maakt. Dat je niet te veel hoort in- en uitademen. Alles door de neus. Misschien merk je nu al dat er een soort van verandering plaatsvindt. Dat je een soort van relaxed, misschien wel een beetje loom, misschien wel een beetje moe gevoel kunt krijgen. Dus stel je voor het voorbeeld wat ik toen straks aanhaalde. Je ligt in bed en radaren blijven doorgaan. Dan zul je merken als je deze een aantal minuten doet dat je een soort van vertraging krijgt. En meer rust krijgt. Wat gebeurt er nou in de praktijk? Wat er eigenlijk gebeurt is doordat je deze oefening doet, verhoogt je koolstofdioxide in je systeem en daardoor verhoogt ook de afgifte van zuurstof in je systeem. Maar vooral de verhoging van koolstofdioxide genereert eigenlijk een soort van rust. Koolstofdioxide is ook eigenlijk een gas wat eigenlijk ontspanning geeft. Dus hoe meer je die toepast, hoe meer je ook in die rust komt. Oké? Dus dit was de Valeriaan ademhaling.
En nu gaan we overstappen naar wat ik noem de koffieademhaling. Nou, het woord koffie zegt het al. Koffie maakt actiever. Het is ook niet raadzaam om de hele dag door koffie te drinken. Dus deze oefening is ook niet raadzaam om de hele dag door te nemen. Ik zeg ook wel eens, het is raadzaam dat je niet meer dan 3 bakjes koffie max per dag drinkt. En dat is met deze oefening zou ik zeggen, doe hem echt niet meer dan 2-3 keer per dag. Plus, het is wel van belang dat als je deze oefening doet, dat je ook zeg maar een andere kant ook oefent. Dus ga dit soort oefeningen niet alleen maar trainen, terwijl je de andere kant ook niet traint. Die balans is echt heel erg van belang om toe te passen. Wat mij opvalt is dat er heel veel te doen is over ademhaling de laatste paar jaren. Maar er wordt heel veel vooral gericht op dit soort ademhalingen, waarbij je dus ook in het dagelijkse bestaan zeg maar sneller een disbalans kan creëren. Omdat het idee heerst van nou, ik ben goed bezig met ademhaling. We gaan bijvoorbeeld dit soort doen, hard uitademen of dat soort zaken. Dat kan in sommige situaties heel interessant zijn, maar weet dus dat ik daarom dit ook de koffieademhaling noem. Het is een soort van activering van jouw systeem. Nou, misschien als je zo zit merk je, hey, ik merk wel rust. En dan gaan we zo meteen kijken of daar verandering in kan komen. Want, wat gaan we doen? We gaan eigenlijk met een relatieve kracht door de neus uitademen. En vrij snel. Eigenlijk in het ritme van dit. Dus, ik stel voor, doe mee. En probeer het gewoon vol te houden. Oké? Door de neus uitademen nu. Ik zou zeggen, dit is 1 rondje. Mijn advies is, herhaal hem 3 keer. En op het moment dat je hem 3 keer zult herhalen, stel dan ook voor dat je eventjes deze terug bekijkt, dat je hem 3 keer herhaalt en check dan hoe je je voelt. In deze uitleg zijn er dus eigenlijk, zou je kunnen zeggen, 3 losse groepen. En in onder die 3 groepen kunnen we wel een paar 100 ademhalingsoefeningen doen. Het meest belangrijke eigenlijk van deze video is dat ik je wil laten ervaren wat de verschillen zijn en hoe je dus ook eigenlijk met die ademhaling direct een reactie kunt krijgen in zowel lichaam als geest. Heb je hier vragen over? Of merk je van, hey, ik heb meerdere keren in de week dat ik merk dat mijn ademhaling zeg maar onrustig is, of ik ben gediagnosticeerd met astma, of je hebt COVID gehad, maar je hebt maar niet het idee dat je herstelt. Dan stel ik voor, ga je naar probreathing.nl. Daar hebben we allerlei programma's ontwikkeld om jou te helpen om je ademhaling meer in balans te krijgen. Voor nu hoop ik dat ik je genoeg informatie heb gegeven. Ik wens je een hele fijne dag. Doeg!